En Uraas, wat doen de? Mijn pa, dat was ja, een volle man, zou je zeggen. Ja, een luider. Een luider, ja. Ja, die ging luiden bij mannen mee vroeger horen, weet je. Gelijk door op Sint Peter, die mannen dat door die luiders allemaal, die ging er bij mij. En was dat toen fruitluiden of? Fruitluiden en. Vroeger horen bij zijn naast, dat waren mensen die vonden en ijder. Ja, ja. Wat doen die dan bij die vodden? Ja, verkopen. Ja, dat vroeger wordt dat verkocht. Ik weet dat hij destijds lekker jozen op tintjes steven. Ja, maar die dat doet dat alleen maar ijzer. Maar vroeger was het vodden en ijzer. En dat, weet je dat? Ja. Roy Kuiper en die bolabolle, dat doet ze naast. En hij was eentje broer. Wij doen dat dan, was dat bij Piat en Keir? Piat en Keir. Eentje broer kon ik bijhalen. Bij Piat en Keir. En kon ik dat bij het aan? Ja, daar zaten hij rond zijn truim en hoe is het, alle kanten. Daar kon ik er alles bijhalen en mijn ma en haar zuster. En mijn pa's en zuster, die, wat doen die, vonden de sorteren. Wol beda, dit beda, dat weet ik nog als kind was dan zo gezegd. En het ijzerrapport, hoe je zo weet je. En als ze dan redelijk wel van die dingen aan... Dat kwam ze naar halen, ja. Maar weer, dat kan ik ook niet mee. Ja. Nee, antwoorden op. Was er veel leven zo in de wijk doen, op Sint-Peter in de Broek? Zo, de keuken, ja, ik weet dat niet. Dat zijn al begin op Sint-Gangelenhof geweest. Toen kwamen de mensen meer van buiten zitten bij een stoel en dan horen ze wat geresoneerd. Want die man die strak, dan deze naast heb ik ook nog goed gekaand. Die mensen moesten 2 jaar verder als ik. Die mensen kwamen dan nog onder de deur zitten en dan kwam Goeke weer erbij zitten. En dan worden we gebabbeld. En toen waren die kapelletjes gebed, vroeger jaren, weet je. Die doen in de gastenstraat nog staan. Hoe zijn ze scholen geweest? Ik ben op Sint Peter. Ben ik schuilen geweest en dan ben ik met de... Dat was op Sint-Peter, was tegenover de kerk door? Ja, daar ben ik schuilen geweest om... Bij Aaltjes, weet ik niet meer. En dan ben ik in de Nonstallei geweest. In de Breidongstraat. De Breidongstraat. En toen ben ik met een diploma gehaald. Ja. Tot 14 en dan ben ik werken geworden. Ja. Wij was dan toen een schooldag door op Sint-Peter. Veel kijken doen in die tijd. Hè. Ja. Ja. Dat was begroeide klasse dan? Ja, dat was. Want dat was het klein meesterke dat we zijn, die woonde er wat verder. Was dat een meester per studio? Of nee, was, per twee of drie klassen geloof ik. Ja. Dat was de eerste, tweede, en dan derde en vierde, en vijfde en zesde doen. Hè. En aan die kant zaten de metjes, dat weet ik ook nog. Toen was dat nog niet gemengd. Hè. Maar in dezelfde klas? In de dingen, ja. Dat was een tussendeur. Hè. En aan de andere kant zaten de mensjes. Hè. En als dan nog gezongen wordt, wordt hij de druppel gedaan. En de meester gaf dit dan les aan de mensjes en de jongens tegelijk? Nee, dat was maar juist een tussendeur. Zo'n dubbel tussendeur, zo gezegd. Hè. Maar als er gezongen wordt, zo gezegd, onder andere, dan wordt hij de druppel gedaan. Ah, ja. Dan mocht je mee luisteren. Dan mocht je mee luisteren. Dan mocht je de metjes zingen. Ja. Moesten de jongens ook van tijd zingen? Ja, ja. Alle twee allemaal bedienen zingen. Ja. Dat weet ik nog. Ja, dat... Was dat dezelfde of was dat dan iemand anders die kwam voor, voor te zingen? Dat was dezelfde meester. Ja, ja. Toen had ze dat, hè, dan zag ik niet raar. Dat is dat wat ik me al af. En de meester Noorde School, was dat ook iemand van aanzien in de wijk dan zo? Ja, ja, dat was vroeger zo. Hè. Dat de pastoor daar kwam, of de meester kwam daar, de mannen van het af. Hè. Ja. En die tijd dan nog, maar dan... Ja, ja. De man van het af. Hè. Dat waren altijd niet meer die mensen. Hè. Ja. Die had geleerd. Hè. Ja, ja, dat kostte schrijven. En ja, en veel andere kosten niet schrijven. Hè. Nee, nee. En als ik op dingen woonde, de wijk, op, dan ook we boskijken spelen zijn weer. Dat was toen na de schuilsteen, op dit steenweg. Voordat de brug oprijdt, ja. De schuil er langs. Dat lag vroeger trouwens.
En dan roken we doorspelen. En daar was boskijkers en weer door tijgen. Ja. Als jongen. En de, zo heette dat boskijken? Boskijken, daar stonden wat strokken. En daar stonden strokken en wat buien. Ja. En al brak, kolderslag zo gezegd. Hè. Dan roken we doorspelen. Hè. Ja, dat was nog van was afgebroken aan het de brug gemaakt. Dat was al een bouwvrugger gestaan gehad hebben. En dat is al afgebroken zijn, want daar stond de kelders. En dan doen we door het spelen en je weet wat een jongen was. En dan doen we op dingen nog, een betafabriek vroeger op de instelling. Doen we doorspelen en de kapen. De kapen moet de beten invullen. Hè. We hebben nog van alles uitgezet. Ja, dat is wel maar bij de beten had je me niet genoeg. Ja. En dan, ach jij, je hebt nog een jaar of drie in de kazerne gewoond. Vroeger, na het meest statistisch. Daar heb je ook nog gewoond. 3 jaar of 4 jaar, ik ben er vanaf. In de appartementen die ze in de kazerne gemaakt hebben? Nou, vroeger, moet vroeger de soldaten lagen. De nabouw nog van de kazerne. Ja. We moeten de soldaten op piaten stolteren van dabbel. Dat worden vroeger allemaal huis gemaakt. Hè. Met tussenschotten en zo. En, we moeten meestal toch dood. We moeten toch alle kanten gezeten hebben. Maar nee. En toen kon je in de Noordstadschool, ja. In de gemeenteschool, toen je op een kazerne woonde. Ja, dat was de Noordstadschool. We hebben het fel geleerd voor in de commiën te gaan. Ja. Maar een beetje. Was dat groot verschil van de wijkschool op Sint-Pieter naar de Noordstad? Ja, dat was... In de Noordstad wordt meer gespeeld dan geleerd, dat je het zo moet zeggen. Want Sint-Pieter moet je leren, hè. Ja. Want dan krijg je een pataat op haar kaak als je net een goeie leerde. Dan moet je nog bochtens nog kletsen geven. Ja, ja, ja. Maar, zo gespeeld, kom. Ik kan lezen en schrijven. Vult schuldgrief was dan in die tijd? Nee, dat kon ze op een lijst schrijven en van die boel allemaal. En had je zo'n... En de lei, was dat allemaal een stenen lei? Stenen, ja. Toen ging het ook nog op een kartonnen lei? Nee, dat waren stenen toen al dat geweest. Toen moesten ze een griffel opschrijven, zo, ja. Hè. En dan ontstond ik ook al op papier bij pen, hè. Ai, gewoon pen, zo, verder in de potten. Ja, ja, met een enkel. Ja. Wie daar bewerkte veel truineers eigenlijk in allemaal, die tijd? Allemaal, we waren allemaal truineers die er werkten. Omdat er werkte nog veel volk ook. Ja, toen werkte het toch over 100 man, hè, alles bedienen. En ik werkte ook, hè, en dan zeiden ze van die stinkende bol, man. Ja, maar goed, inzijde. We worden dat gewend, ik was 14 jaar dat ik erin ging. Wacht maar 14 jaar. Dat was in die tijd zo, hè. En wat deed ze dan zo was? Als eerste van 14? Vellen. Dat is het vel aftrekken van de beesten, zo. Ja. Wat was dat dan bemest? Dus, ja, ja, dat wordt bemest gewerkt, hè. Ja, ja. We worden machine bij, dus uw mensen, hè. Daar doen we 11 jaar gewerkt, dat weet ik. En dan ben ik 7 jaar naar de... En de vellen, die hebben de apart verwerkt dan? Ja, dat worden schoenen en zo, ja. Dat dan gemaakt, hè. Dat was dan een van de Vlaanders of zoiets geluid, die man, die kwam dat opkopen, hè. En dan de rest, het vlees en de benen, dat werd gemalen? Ja, en dat wordt gekookt. En daar wordt meel van gemaakt en dan aten de beesten terug op, ja. Dat meel. Ja, dat aten de beesten terug op, ja. Ja, en wat vet maakte ze om er te zien. Zeep en lupperoot voor de vrouw. En schoon blinkte de herd al eens. Allo.